Eerst en vooral wil ik allemaal bedanken om aanwezig te zijn bij de persconferentie. Eerste vraag. Goedemiddag, meneer Duarte. Je bent de jongste coach in Belgisch profvoetbal. Ja. En er is veel kritiek vanuit Coolcast Sport, een populaire podcast online. Maar ook vanuit mede-coaches uit hevige kritiek op het feit dat je te jong zou zijn voor deze toch wel, ja, laten we ons eerlijk zijn, grote taak. Wat is jouw mening daarover? U heeft twee vragen gesteld. U zei één vraag, maar u heeft twee vragen gesteld. Dus ik zal eerst op de eerste vraag beantwoorden. Coolcast Sport, ja, het zijn vier jongens in slippers die denken dat ze iets weten over voetbal. Ik weet waarom ik hier ben, de club weet waarom ik hier ben, de spelers weten waarom ik hier ben, dus ik ga me zeker geen zorgen maken over wat dat vier jongens op het internet te zeggen hebben. Uiteindelijk ben ik gerespecteerd in mijn sector en ik hoop het ook zo te behouden. En dan naar mijn mede-collega's toe, ik vind het jammer. Uiteindelijk moet je beaanmoedigen dat er zo'n jonge coach in het voetballerij stapt. Dat laat alleen maar zien hoe goed dat mijn kwaliteiten zijn. En ik heb ook 100% vertrouwen in dat ik het zal laten doen dit jaar of zal laten lukken. Dus uiteindelijk, dit is een beetje tactisch, wil in mijn hoofd kruipen. Maar ik ben mentaal heel sterk, dus we zullen hier zeker niet te negatief op reageren. En we zullen elkaar wel zien tijdens het seizoen. Oké, dat is klaar en duidelijk. Nu, het is algemeen geweten dat Stallone Limbombe een persoonlijke vriend is van jou. Ja. Meteen na je aanstelling heb je hem benoemd tot kapitein. Is er sprake van vriendjespolitiek? Ja, dat mag wel eens. Dat mag wel eens. Is een goede vriend van mij. Ik kan hem vertrouwen, hij vertrouwt mij. Dus waarom niet? Is ook een van de langstdienende spelers bij de club. Een van de oudere spelers bij de club. Ook een van de spelers met de meeste ervaring. Dus ik begrijp niet waarom dat dit een probleem zal zijn. Uiteindelijk, Stallone presteert dan iets op de bank. Dat weet hij ook wel. Maar uiteindelijk heb ik genoeg vertrouwen in Stallone om toch wel die scheiding te kunnen behouden. En na de wedstrijd, als we winnen, kunnen we wel snel een snacksje gaan halen in Antwerpen. Dat is altijd wel mogelijk, ja. Oké, dat is helder, helder. Lies heeft het de voorbije jaren niet zo gemakkelijk gehad. Wat zijn jouw doelstellingen dit seizoen en hoe hoop je die te behalen? Ik had een gesprek gehad met bestuur. Ik wou naar het eerste, naar 1A gaan uiteindelijk. Zij waren niet 100% akkoord met deze ambities. We hebben daarna toch wel goed kunnen spreken. En zij geloven wel in een trainer met ambitie. Dat ben ik ook wel, een trainer met heel veel ambitie. Dus ik geloof er wel in dat we erin kunnen slagen. Maar het zal toch wel dit jaar moeten. Want als ik kijk naar het budget van dit jaar, dan is het toch wel heel moeilijk. Maar uiteindelijk, ik heb er heel veel vertrouwen in deze spelers. En dan zal ik ook niet deze job aannemen. Dus we zullen het zeker doen. Ik heb geen stress, niks. Oké, het komt goed uit dat je de financiële situatie van de club even aankaart. Want daar heb ik ook een vraag over. Lierse heeft al in beter financieel vaarwater gezeten. Klopt. Is de huidige financiële situatie problematisch volgens jou? Verschrikkelijk. Ik heb mijn salaris gezien voor per maand. Het is niet echt fantastisch. Ik kan niet eens een appartement kopen in Antwerpen. Maar uiteindelijk, we zijn hier voor de ervaring. Ik weet als ik het goed doe, dat ik binnen een paar jaar zelf de stap kan zetten naar boven toe. Dat is ook de ambitie altijd. Dus uiteindelijk, als we het nu dit jaar moeilijker, moeilijke situatie, kunnen niet heel veel speels aantrekken, maar blijkt José Mourinho. Maar dus als ik het goed begrijp, hecht je momenteel meer waarde aan het feit dat je salaris laag is, ja, en hecht je minder belang aan het feit dat de club ook zonder geld zit. Van waar deze keuze? Jonge coach, ik wil kans krijgen op het hoogste niveau, heb ik ook gekregen. Nogmaals, het salaris is niet goed. Ik heb nog steeds geen clubauto gekregen van de club, dus daar gaan we ook nog eventjes moeten spreken. Maar uiteindelijk, ik doe het voor de ervaringen en ik wil altijd naar boven gaan, stap omhoog, man. Dit was een kans en als de club geen geld heeft, is niet mijn probleem. Zolang dat ik betaald word op het einde van de maand, is alles oké. Oké, dan heb ik nog een finale vraag, meneer Duarte. Wat zijn volgens jou persoonlijk je sterkste kwaliteiten die Lierse naar dat hoger niveau zullen tillen? Zelfvertrouwen. Ik straal heel veel zelfvertrouwen uit. En dan breng ik ook over naar mijn spelers. Dus zij weten ook dat zij het volste vertrouwen van mij krijgen. Daarom zijn ze ook bij deze club. Ook een van mijn sterkste punten is mijn tactische kennis over het spelletje zelf. Je hebt me al een paar keer gezien op YouTube. Ik maak heel vaak video's over hoe dat je tactisch kan verbeteren. Ik heb heel veel zelfvertrouwen in mezelf. Ik zie mezelf ook als de rebirth van José Mourinho, Black Mourinho. Je weet wie ik ben, Long Term Vision, gang, gang, gang. Dus ja man, ik ben zeker, zeker enthousiast om aan dit seizoen te beginnen. En we zullen zien wat het seizoen zal brengen. Oké, meneer Duarte, bedankt voor je tijd en tot de volgende speeldag. Ja, inderdaad, bedank je mij voor mijn tijd.